ziet u het nog wel eens, was aan de lijn. En dan, net als vroeger, ouderwets, vastgedrukt tussen het gedraaide touw. En op maandag, maandag wasdag. Zo heet ook de expositie in het Stadsmuseum Harderwijk. Met schilderijen ook van kunstenares Rolina Nel. Nel raakte gefascineerd door klederdracht. En ze maakte er een hele serie schilderijen van. Vrouwen in klederdracht. Van Axel tot Zuid-Beveland. Want geboren in de Noordoostpolder zag Nel hoe mensen uit heel Nederland naar die polder kwamen. Zich daar vestigden, maar zich ook vasthielden aan de tradities. En aan hun eigen klederdracht. Twee vrouwen van Schokland. Ooit een heel klein eilandje hier verderop in de Zuiderzee. Maar wel twee geloven. Katholiek en protestants. Het zit hem in kleine verschillen. Er vallen een paar dingen op als je naar het werk kijkt. Kom eens. Geen gezicht te zien. Alleen maar achterkanten. Ze beeldt alleen de achterkanten van die vrouwen af. Ze maakt ze volledig anoniem. En de achtergrond is volledig neutraal. Ze beeldt niets van de omgeving af. De omgeving die nog wel op die foto stond, die ze af en toe gebruikte. Ze isoleert ze volledig uit hun omgeving. Ooit hadden de vrouwen of meisjes nog een naam. Maar daar is ze mee opgehouden. Volledig anoniem zijn ze dus. Geen portret. Gemaakt in schablonen. Even groot. Een beetje herinnerend aan die poppetjes die je vroeger uit kunt knippen. En met van die lipjes dan om een figuurtje kunt vouwen. Dat anonieme staat in contrast met een functie van kleding. Want kleding zorgt ervoor dat je niet bloot over straat gaat. Maar wat je draagt geeft ook aan wie je bent. Waar je bij hoort. Bij welke groep of bij welk geloof. Kleding geeft identiteit. Het geeft je een beetje houvast in het leven. Het zorgt dat je geborgen bent in een groep. En voor dat ietsje pietje eigen identiteit wijk je dan een klein beetje af. Met een ander tasje of rare schoenen.